stel je voor dat je eigenlijk bij alles wat je eet moet rekenen. En bij alles wat je eet steeds een apparaatje tevoorschijn moet halen waarvan niemand weet wat het is. Vervolgens ga je meten, moet je piepen, waardoor je de kas stort. En ja, steeds weer gewoon uitleggen aan mensen wat het nou precies is. En uitleggen aan mensen waarom je wel iets mag eten of waarom je juist niet iets mag eten. Of uitleggen. Ja, gewoon constant mensen dingen uitleggen die echt best lastig zijn om uit te leggen, denk ik. Ik ben Mila en ik heb diabetes. Het was in juli 2005. Ik was net 4, ja. We kwamen erachter omdat ik ineens echt extreem veel dronk. Ik dronk echt een pak melk per dag en ik plaste echt constant in mijn broek. Er liepen op een gegeven moment dus zelfs mieren in de wc, omdat mijn plas echt zo zoet was. Soort van door alle suiker wat mijn lichaam probeerde uit te scheiden, dat het gewoon. Ja, er liepen het op een gegeven moment dus. Daar kwamen gewoon mieren op af. Ja. Maar ik had zelf niet door en mijn ouders wisten ook niet goed wat het was, want we hadden dit nog nooit meegemaakt. En toen hebben mijn ouders contact opgenomen met de kinderarts en toen bleek dat het echt helemaal fout was. Dus toen zijn we echt meteen naar het ziekenhuis gegaan en toen moest ik in een rolstoel omdat ik al bijna niet meer kon lopen omdat mijn benen zo verzuurd waren. En toen ben ik dus in het ziekenhuis opgenomen en toen bleek dat ik ketoacidose had. Dat betekent dat zeg maar, ik had zo lang geen insuline meer binnengekregen, dus mijn bloedsuikerspiegel was zo hoog dat mijn lichaam zeg maar zichzelf begon te vergiftigen. Niemand weet, behalve mensen die zelf diabetes hebben, hoe het is om laag te zitten. En hoe soort van ja, zwak je eigenlijk dan voelt als je weet dat je elk moment eigenlijk door je benen kan zakken. En ook gewoon het gevoel hebt alsof je echt niks kan. En of dat juist dus als je hoog zit en door gewoon echt hoofdpijn en duizelig en slecht te zien niet kan leren. Ik denk dat je dat echt alleen, soort van hoe dat is, dat mensen dat echt alleen kunnen begrijpen als ze het hebben meegemaakt, zeg maar. Ja. Ik word wakker, dan moet ik meten. Dan ga ik me dus aankleden, dan ga ik naar beneden, dan ga ik ontbijten, dan moet ik weer meten. Dan ga ik naar school, dan heb ik 3 uur, ja, 3 uur les. En als ik soms tussendoor laag of hoog zit, moet ik ook nog meten of iets extra's eten. Dan is het kleine pauze, dan moet ik weer meten. En moet ik ook insuline bijbolussen. Dat is dus ja, insuline ja, toedienen zeg maar, via mijn pomp. En als ik thuis kom, moet ik weer meten voordat ik iets ga eten. Dan ga ik vaak hoekieën of ik ga gewoon huiswerk maken en dan rond. Ja, 6:30, 6 uur ga ik weer avondeten en dan moet ik weer iets meten. Na het eten dan kijk ik even tv en zo en dan daarna doe ik mijn pyjama aan en dan ga ik slapen. En dan voor het slapen gaan moet ik weer meten. En vaak zit ik dan slecht en dan rond 11:00, 12:00 komt mijn vader of mijn moeder me nog een keertje meten voor de zekerheid. Want ja, anders kan ik gewoon in mijn slaap flauw vallen of iets. Ja. Ha 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 ha.